Hartelijk welkom bij deze live uitzending van de optocht in Nuenen. Geleden werden altijd de snoepjes vanaf de prinsenwagen, de jeugdprinsenwagen, afgegooid. Maar ja, dat vonden ze op een gegeven moment toch een beetje te gevaarlijk worden. Sowieso kinderen die dan op straat zouden lopen. En het zou ook kunnen dat iemand het zomaar tegen hun hoofd of lijf kan krijgen. Dus nu zijn de snoepjes van de prins en ik ga eens even kijken of ik een snoepje gescoord kan krijgen. Ja, nee, geen snoepje? Geen snoepje. Inmiddels ziet u de jeugdprinsenwagen en de dwersklippels is dit jaar echt traditie aan het maken. Nee, sterker nog, het is heel apart dit jaar, want 2 weken voordat de grote prins van de dwersklippels bekendgemaakt werd, werd de jeugdprinses al bekendgemaakt. En ik zeg het goed, prinses. En in dit geval is het jeugdprinses Marjolein met haar adjudantja Lars en hofdame Roos. Nou, we gaan verder kijken, denk ik, naar de eerste act, zoals we dat noemen. En wij zijn de Bob. Inmiddels zien we de groep, ja, ze heten GSL, is mij verteld, maar ik weet niet waar het vandaan komt. En hun actnaam is Brabobus vervoert ons. En dat is wel heel actueel, want het gaat natuurlijk over de HOV-lijn, buslijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij dit verder op een ludieke wijze natuurlijk weer gaan uitbeelden. Ja, de volgende groep die noemt zich Splash met Carlos. En toevallig weet ik dat het van een kapsalon in Gerwe is, deze groep. En ik begon al in het begin dat het een beetje koud is. Nou kreeg ik net een tip van iemand dat ik voortaan moppenfolie onder mijn kleding aan moest doen. Dat zou helpen voor de kou. Nou, als ik naar hun kijk, zou zomaar kunnen dat zij moppenfolie onder hun kleding aan hebben. We zagen Pim Jans. Pim Jans die doet inmiddels al, nou ik geloof voor de 16e keer individueel mee. Hij is vroeger begonnen met de jeugdoptocht. Heeft diverse keren toen de eerste prijs gewonnen. Afgelopen jaar heeft hij de tweede prijs gewonnen in de categorie individueel. Toen was hij spookrijder. Nou ja, en nou is hij dus Michael van Gerwe, kookkunsten. Thank you.
moment zien we de winnaars bij de grote loopgroepen van vorig jaar. Toen hadden ze kleine wasjes, grote wasjes. En nou ja, dit jaar gaan ze als brandweer, waarbij ze zeggen, kijk uit, iedereen aan de kant, want het huis staat in brand. Sasa Zoo, dat is een band uit Gerwen. Maken al sinds jaren muziek en doen ook altijd mee aan de optocht. Het mooiste vind ik nog steeds dat hun naam komt uit de serie Sex and the City. En het betekent zoiets als vlinders in de buik. Nou, Sasa Zoo, vlinders in de buik. Ik vind het leuk. Nu weer de act van het boord. Nou, ik geloof dat die al als langste meedoen aan de optocht. Vorig jaar hebben ze gewonnen. Toen was hun act houd de touwtjes in handen. Nou, dat was ook prachtig. Het leukste vond ik, want ik krijg altijd van de optochtcommissie alle inschrijvingen door. En daar mogen ze een opmerking op maken. En Doord had dit jaar de opmerking gemaakt dat we weer veel plezier gehad hebben bij het bouwen van de wagen. En voornamelijk na het bouwen. Proost! Ja, ik mag me vergissen, maar volgens mij was boven op de caravan de prins van vorig jaar van de Rijmakershoeve. Nee, ik vergis me niet, ik zie het nu heel goed, die daar een beetje een partijtje aan het toeien was. Dames die vorig jaar tweede waren bij de kleine loopgroepen. Het zijn de Rosedo's. Zij gaan dus ieder jaar, iedere maandag, zijn zij bij elkaar. Meteen na de carnaval beginnen ze al met een idee. En zover ik begrepen heb, maken ze de kostuums ook helemaal zelf. Nou, ik moet zeggen, ja, ik vind het prachtig. Ik vind dat ze nu weer een prijs verdiend hebben. Maar ja, dat vind ik. De Rad van Zaterdag. Zij hebben ieder jaar vanaf 1999, meen ik me te herinneren, een eigen prins. En dit jaar is het Prins Reuler. U heeft misschien in onze uitzending al kunnen zien, ik had een gesprek met alle prinsen. En nou, hier gaat hij met een rolstoel. Dat komt, hij werkt voor een bedrijf dat medische benodigdheden levert. Toen zij bekendgemaakt werden, kwamen ze ook allemaal in een scootmobiel aanzetten. Ja, Raad van Zaterdag, toch wel heel leuk hoe ze het doen. Hallo! Op dit moment ziet u de carnavalsclub Superman Stam in beeld. Zij komen uit Gelrop. Vorig jaar waren zij tweede bij de wagens. Nou, inmiddels is de groep uitgegroeid tot 38 volwassenen en zo'n 18 kinderen. Tenminste, dat was de informatie die ik kreeg net voor de optocht. Misschien zijn er inmiddels meer kinderen. Maar zij doen al jaren mee en ja, zij vinden het gewoon heel erg leuk om ook in Nune mee te doen aan de optocht. Ik ben benieuwd of ze dit jaar weer een prijs in de wacht weten te slepen. We zien nu een vriendenclub uit Gerwen. Zij waren vorig jaar waren zij tweede bij de grote loopgroepen. Nou, dit jaar hebben ze een ratelslang en het is heel actueel, want het gaat over de annexatie. En ja, komen we bij Eindhoven of komen we bij een ander omliggend dorp? Dat is wat zij zich afvragen. Het ziet er wel heel zwart uit. Ja, dat is het ook, hè. We zijn ook heel, we hebben ons helemaal zwart gemaakt in het dorp.
Nou, daar wil ik meer over weten. Lulderp. Er wordt hier zo'n hoop geluld in het dorp. Ze hebben ons allemaal zwart gemaakt. Maar weten, nou willen wij eens over de mensen lullen. Dan willen wij de mensen ook eens zwart maken. Kijk, zo. Dan weten we hoe dat voelt als je zwart gemaakt wordt. Dat voelt niet fijn, hè? Ben ik nou zwart of dat niet? Dat voelt niet fijn, hè? Ja, je bent zwart. Inmiddels zien we de prinsenwagen van CV De Redders met prins Pucky en zijn adjudanten Tucky, Mucky en Make-Upy. We zien nu vierkant rond en met wij zullen wel weer achter het net vissen. Ze hebben een aantal jaren meegedaan en ook een aantal jaren weer niet, omdat ze wat problemen hadden met de wagen. Maar dit jaar vond ik ook wel leuk op het inschrijfformulier. Daar moet je dus aangeven of je een wagen bent of een loopgroep. Nou, zij hadden op het inschrijfformulier gezet, onze categorie staat er eigenlijk niet bij. Want de wagens, dat komt dan het meeste in de buurt. Maar voor volgend jaar zou het makkelijk zijn als jullie ook de categorie boten erop zouden zetten. Dus, nou ja, een idee voor de optochtcommissie van de Dwergsklippels. Volgend jaar ook boten als categorie opnemen. Ja. Nou, inmiddels zien we de prinsenwagen van de Dwergsklippels aankomen. En dat betekent het einde van de optocht. Nou, ik ben volgens mij inmiddels wat zwarter geworden. Af en toe hebben we wat regen. Dus op zich, ik vind het altijd heel leuk de optocht. Maar aan al het goede komt het eind. En nou, verder wens ik u een hele fijne carnaval toe. En dat we allemaal het heel gezellig met z'n allen kunnen hebben. En nou ja, graag weer tot volgend jaar.